Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Waarom is dat middag? Kan ik jullie even uitleggen. Vanochtend heb ik Liam en Sam naar schooltje gebracht. Eerst Liam. Toen ben ik gauw naar de winkel gegaan. Heb ik Sam weggebracht. Ben thuisgekomen. Heb ik gedoucht. Heb ik eventjes mama tijd genomen. Benen scheren, oksel scheren. Mijn wenkbrauwen even doen. Jullie kennen het wel. Nou, tot... Heb ik dus gedaan. Daarna moest deze knappe dame eventjes naar de hondentrimster. Om even lekker gewassen te worden. En eventjes nageltjes gedaan te hebben. Etcetera. Dus ze is weer lekker schoon. Toen ben ik thuis gekomen. Heb ik gauw eventjes 4 man de was opgevouwen. Toen was het alweer 11:30. Toen dacht ik bij mij. Shit, ik moet Sam ophalen. Dus toen ben ik gauw Sam op gaan halen. Toen ben ik gauw naar de apotheek geweest. Voor vloeibare paracetamol voor Jordi, want Jordi heeft nog steeds last van zijn oren. Toen heb ik daarna Liam opgehaald. Ondertussen hebben ze allemaal lekker hun croissantje gegeten, want die had ik gehaald. Ze hebben naar huis gegaan, heb ik ze allemaal een melkje gegeven. Sam ligt inmiddels op bed te slapen en Liam ligt hier te slapen. Dus al met al, dat was wat ik vanochtend allemaal gedaan heb. Heb ik kunnen vloggen? Nee, want ik ben eigenlijk gewoon aan 1 stuk doorgegaan. Nou is het zo dat ik dadelijk om 2 uur iedereen weer wakker moet hebben om Jordi te halen. En dan is Jordi weer thuis en om 4 uur, 4:15, 4:30, komt Niels weer thuis. Dan is het een kwestie van eten, kinderen even douchen. En dan kunnen ze weer naar bed. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik vanochtend heb gedaan en wat de rest van de dag gaat zijn. We hebben Jordi opgehaald. Ik had 2 chagrijnige kinderen. Die waren boos op mama. Heel boos. Heel boos. Het was gewoon niet grappig. Zo boos dat ze waren op mama. Die hebben de hele weg van huis naar school. Van school naar huis. Lopen jammeren. Sam iets minder. Liam heel veel. En omdat Liam natuurlijk heel veel deed mopperen. Had ik natuurlijk ook een boze Jordi. En Jordi die zit al niet lekker in zijn vel vanwege zijn oor. Dus ja. Ik heb vandaag ook niet veel gevlogd wat dat betreft. Want ja. Tegen de tijd dat het tijd was om Liam wakker te maken. Had ik dus een chagrijnig kind. En wou hij dus niet wakker worden. En had hij dus een boos kind. En dat. Mama die was helemaal klaar ermee op een gegeven moment. Wat is het hier nou weer onder? YouTube Kids. We gaan ons ritueel hier nou doen. Boomba aanzetten. Boomba Droomland. Om precies te zijn. En dan gaan we kijken waar het schip strandt. Want ja. Ik laat Jordi heel even acclimatiseren. Die andere 2 etterbakken ook. En dan ga ik even met ze aan de slag. Enzovoorts. Nou, de Bambix-bende is weer gedoucht daar wel. En schoon. Nu lekker flesje. En zo lekker naar bedje. Ja. Lekker naar bed, hè? Ben je moe? Ja, dan snap ik dat je moe bent. Oh, je bent ook al klaar. Ben je naar bed? Ben je lekker naar bedje toe? Naar bed. Jordi is alweer gedruppeld, alles. Een Jordi kusje geven? Nee. Zet Jordi een knuffel dan? Kom mama een kusje geven. Kom je mama een kusje geven. Kusje. Ja. Dag. Wat wil je nog zeggen? Sam ook mee. Sammy, mama een kusje. Sammy, mama een kusje. Hallo. Normaal geef je altijd kusjes. Hij wil geen kusje geven. Wat potverdorie. Mama kus. We hebben hem niet op film, maar we hebben wel lekker gekust, hè jongen. Mwah.
Nou, de kindjes liggen al even te slapen. We hebben hier de boel opgeruimd. Ik ga jullie even iets laten zien. Daar, die zwarte dingetjes, die heb ik opgehangen. Want Niels, wil jij daar een verklaring over geven? Eigenlijk wil ik er niet over praten. Maar dan? Maar Sam is gruwelijk irritant. Hij staat de hele dag met die deuren te klapperen. En dan zijn we beu. En er zitten al van die klemmetjes op. Ja. Maar hij doet dan de deur een stukje open, een stukje dicht, een stukje ding. En dan op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel een keer open. En dan klapt hij hem weer bats dicht. En als hij dan er iets van zegt. Ja, dat dus. Dus dat hebben we even gefixt. We gaan kijken morgen hoe en wat. Maar we hebben nog iets meer te doen dit weekend, hè. Mm-hmm. Want morgen komt een vriendin van ons hierheen. En dan gaat Sammy nog even slapen. En daarna gaan we met z'n allen naar een andere vriendin toe. Of ja, vrienden. Mm-hmm. En hun kindjes zijn vandaag jarig. Die hebben een tweeling. Die hebben een tweeling. En dan gaan we morgen verjaardag vieren van die kindjes. Mm-hmm. Dus ja, morgen gaan we ook nog iets leuks doen. Ja. Dus ja, dat. Dat is eigenlijk een beetje wat we in het weekend gaan doen. Zondag niet veel. Dus, ja. Maar ik heb wel weer iets. Diepe de piepers saté saus. Ik wou die proberen. Durf je het aan? Ja. Ja? Ik heb de zak even opengemaakt. Het ruikt. Muf. Nee. Samen tegelijk. Wacht. Het smaakt niet vies. Nee, maar wil je hem naar saté saus maken? Naar Wijko saté saus? Dat heb je ook al vaker gehad. Het smaakt inderdaad niet vies. Nee. Nee, ik vind hem niet naar Wijko saté saus maken. Hij is wel lekker, maar hij is niet vies. Hij is prima te doen. Maar ik vind dat hij een zuurtje heeft. En Wijko saté saus is niet zuur. Mm-hmm. Of ze moeten over de datum saté saus hebben gebruikt. Ja. Dat is het, ja. Hij heeft wel een pittig randje, dat heeft saté saus dan ook wel weer, maar dat is niet storend. En de datum is nog steeds prima. Voor het geval dat ze zeggen van hij is zuur, dus dan zal hij wel over de datum zijn. Ja. Maar nee, ik vind hem niet naar Wijko saté saus maken. Ook niet naar frietjes saté saus of zo. Joef. Nee, dat. Joef die zit te krabben. En die komt tegen bepaalde delen aan wat niet prettig is. Maar nee. Ik vind hem niet naar saté saus maken. Maar wel lekker. Ik kan er niet doorheen, schatje. Een hele goede middag.
maar die is wel moe. Liam die had ook nog niet geslapen, maar die slaapt nu. En Sammy had wel even geslapen en die hebben we wakker gemaakt. Yay! Dus vandaag. Inmiddels zijn we alweer thuis. Ik moet wel heel eventjes iets vertellen. Jullie zagen natuurlijk op het einde van het laatste stukje knijpertjes. We hebben wel iets heel grappigs uitgehaald. Ja, iets met 600 kleine wasknijpertjes. We hebben overal kleine wasknijpertjes neerhangen. Ik en die vriendin van mij. En haar dochtertje heeft op een gegeven moment meegeholpen. De man van die vriendin van ons heeft nog meegeholpen waar we waren. Dus ja, die vindt de komende weken nog wasknijpers overal. Top. We hebben een motto. We kunnen dingen uithalen, maar het mag niet kapot. Dus vandaag. Kindje ligt lekker op bed. En slapen. En wij... Even tv kijken. Ja, dus in de volgende swipe is het alweer. Zonder. Yes. Een hele goede morgen. Onder het mom van wat heb ik in huis en wat moet op, hebben we vandaag maar eens een keer ontbijt gemaakt. Dus ja, ik had nog broodjes, die moesten op. Fruit, dat moest op. Dus beleg, wat op moet. Dus vandaag, oh, en deze heb ik zelf gemaakt. Tonijnsalade en kip curry. Yay! Dus we zeggen bij deze, smakelijk eten! Jordi die komt er ook aan. Die is nog even met papa aan het springen. De kindjes hebben we even alle drie op bed gedaan. Gewoon eventjes voor de rust van hunzelf. Want gisteren is het gewoon heel druk geweest ook voor ze. En ze hebben gewoon ook even die rust nodig. Niels die is eventjes aan het leren. Want als je een cursus begint, zul je er ook voor moeten leren. Ik lig heel eventjes op de bank. Maar ik ga daar ook wel eventjes wat dingetjes opruimen hier. En voor het avondeten eens kijken. En dat soort dingen allemaal. Dus ja, dat. Ik heb boven al heel wat was weer gedaan en bedden verschoond en die dingen allemaal. Dus ik heb heel veel gedaan. Niels heeft voornamelijk met de kinderen gezeten. Die heeft me ook laten slapen. Kijk, ik kan zeggen van Niels dit, Niels dat, maar Niels heeft me wel laten uitslapen. En die was vanochtend al om. Hoe laat, Niels, was je wakker? 6 uur of zo. 6 uur of zo. Dus, ja, het manneke heeft dat voor mama over. Daar ben ik heel blij mee. En dan heeft hij vannacht ook nog eens Jordi gehad. Want Jordi, ik ben er niet wakker van geworden, maar Jordi was blijkbaar wakker. Dus dat heeft hij ook nog gedaan. Dus, ja, kan niet klagen. Dus ja, hier is de één grote bende. Boven is het wel eigenlijk opgeruimd, in principe. Dus, ik hoef alleen maar de was boven vandaag een beetje te doen en te zorgen dat dat allemaal bij komt. En dan hier beneden nog het een en ander. Ben jij aan het doen daar? Ja. Wat ben jij daar aan het doen? Zit je naar buiten te kijken? Mama kreeg al een berichtje van Suzanne. Dat je naar buiten aan het kijken was. Wacht nou eens even. Zo. Raf. Raf? Oké. Naar beneden. Dan mag papa zo Jordi naar beneden halen. Nee. Nou, Lia, ik kreeg een berichtje van mijn overbuurvrouw dat die alles goed in de gaten aan het houden was. Hier zie je een foto. En ja, ik heb hem gehaald. Maar hij wou straks per se naar boven, naar zijn eigen kamer.
om lekker gewoon in zijn eigen wereldje te zitten. Dus ja, daar ga ik niet zeggen dat iets niet mag. Sowieso, de ramen zijn op slot bij ons. Dus wat dat betreft kan daar geen kwaad, kan niks gebeuren. Maar de ramen zijn wel laag. Dus als jij klein bent zoals Liam, kun je daar heel makkelijk op komen. Dus maar ja, ik heb daar vrede mee. Dus het is zo. Ik denk dat we een tweede automonteur hier hebben. Alleen als Niels zo de auto's zou maken, dan weet ik ook niet. Liam, word je er zo moe van om auto's te maken? Nee. Ja? Jordi is inmiddels ook beneden, die wou graag naar beneden. Doe maar erop zetten. Doe maar de wieldop erop zetten. Nee, dat kan papa doen. Papa gaat je helpen daarmee. Mama gaat jou daar niet mee helpen. Mama is toch geen automonteur? Mama doet alleen maar eten maken. Ja. Ja. Kom hier. Goed erop te liggen dan. Anders val je de dak. Kom hier. Met je been eroverheen. Dat kun je ook. Oh, kijk uit. Niet je hoofd. Je moet jezelf niet slaan. Niels is momenteel buiten met de kinderen. En ja, het regent. Hij wil heel graag naar buiten met Sam en met Liam. Dus lekker laten doen. Veel plezier. Daar heb ik geen last van. Maar wat ben ik aan het doen? Ik ben mijn oven aan het schoonmaken. Die was gewoon zo vies. Dus, ja. Mooie dag ervoor. Om dat eens te gaan doen. Dus ik heb mijn... hoe ga ik dit netjes zeggen? Ik hoef niet meer te zeggen, toch? Dat ding heb ik. En we gaan proberen om het ding weer spik en span te krijgen. De reden dat ik dit doe is dat het nog even kan intrekken en dan ga ik er daarna nog een keer overheen en dan ga ik het met een doek afdoen. En als dit niet werkt, ga ik hiermee beginnen, met de pinstuf. Gaan we dat eens proberen. Ik laat jullie zo wel het eindresultaat zien. Nou, de oven is in principe weer schoon. Houd er rekening mee, dit is een oven van bekend 30 jaar, als het niet al 30 jaar is. Dit is van mijn tante geweest en ja, moet uiteindelijk toch wel een beetje liefde voor het ding tonen. Nou, hij is dus nu schoon in principe. De buitenkant moet ik nog doen hoor, dat even terzijde. Maar wat ik dan altijd doe is, ik zet hem op zijn hoogst. Op verwarmen. En op aan. En dat doe ik af en aan 3 keer. En dan is in principe is hij weer goed, zeg maar. Dat alle geuren en alles eruit zijn. Dus dat is wat ik altijd doe. Uiteindelijk heb ik wel de pinkstuf gebruikt, dus ja. Het was nodig. Nu ga ik eventjes zorgen dat mijn ovenmateriaal in de vaatwasser komt. En dat die aangaat. En dan is de oven alweer. Check. De oven heeft nu 3 keer aangestaan. En dan ziet het er zo uit. Ik laat hem nu openstaan. Ik kan weer lekker afkoelen. Ik ben ondertussen ook bezig met eten en onder het mom van wat je in je koelkast en in je kast en alles hebt staan, in je vriezer, et cetera, opmaken. Nou, ik zal eens even laten zien wat ik heb gebrouwen tot nu toe. Ik had verschillende zakjes met frietjes nog. Nou, die heb ik nou gewoon hier even allemaal ingelikkerd, die kan dadelijk aan. Ik had speklapjes. Ik wist niet wat het was. Het is snel in de vriezer gegooid. Dus ik heb het in stukken gesneden. Uiteindelijk kwam ik er dus achter dat speklapjes waren, want het was nog half bevroren. Ik heb er champignonnetjes, paprika en een uitje bij gedaan. Dat hebben we
laten we het zo noemen, boerenspeklapjes, maar dan in stukken. Dit kunnen de kinderen overigens niet eten, want speklapjes zijn nog, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Dit is kippenpoten die we gaan eten. En zoals ik al zei, onder het mom van eet op wat je in je kast hebt. Ik eet er dit bij. Tenzij je dat eet, dan hoeft dat eigenlijk weer niet. Maar in ieder geval, hè. De kinderen eten dat sowieso. En die krijgen dan een kippetje. Met frietjes en echtjes met worteltjes. Dus, dat is wat we eten. Ik vind het eigenlijk best wel geslaagd, moet ik zeggen. Er zit tegen nieuws. Ik zeg, ga niet naar de winkel wat dat betreft. We kijken wel wat we hebben. En daar maak ik wel iets van. Dus dat. Moet ook eens kunnen. Nou, we hebben hier opgeruimd. Ja. Kindjes liggen lekker te slapen. Yes. En wij gaan ook zo slapen. Ja. Morgen met Jordi naar de kanoarts. Ja. Dus dat is weer voor de volgende vlog. De cliffhanger. Kleine cliffhanger. Maar goed, wij gaan lekker zo naar bed. Dus bij deze willen we ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.